Een hele goeie. Morgen. Ik ben vanochtend voor controle in het ziekenhuis geweest. Kees is klein, maar dapper. Ik krijg nog wel gewoon extra controles, omdat het zo hoort. Maar ze hebben het idee dat ik gewoon kleine kindjes maak. Prima. Ik moet wel gewoon nog voldoende rust houden en alles enzovoorts. Alles wat ze vooraf hebben gezegd, geldt nog steeds. Nou, vanochtend dus dan in het ziekenhuis geweest. Ik heb Jordi eventjes kunnen filmen toen we moesten wachten. En die beelden gaan jullie nu zien. Een oranje, een blauwe en een groene. Denk maar mee. Dat je rustig moet dan gaan we op weg. Zonder gaan rijden met z'n twee. Yippie, ja, jee. En op dit moment krijgt Jordi zijn flesje en dan gaat hij dadelijk lekker naar bedje toe. En ja, gaat mama ook even liggen, want mama moest ook even rust nemen, werd er gezegd. Ze hebben groeiecho gedaan. Het is gewoon, alles is gewoon prima. Hij is gewoon aan de kleine kant. Jordi was dat ook. Het heeft niet zozeer met Down-syndroom te maken dat het gewoon klein is. Het heeft meer gewoon mee te maken dat ik gewoon wat kleinere baby'tjes maak. Nou, dat is prima, dat mag. En verder ja, ga ik zorgen dat hij zo lekker in zijn bedje kan. En mama ook even gaat liggen. En dat was onze ochtend alweer. Ja. Ik heb ruim 1,5 uur geslapen. Jordi wilde niet slapen. Die heb ik uiteindelijk wel in slaap gekregen. Het is nu 4 uur en hij is net wakker. Goedemiddag. Hij ligt trouwens dwars in bed. Ja, je bent een dwarsligger. Je bent een dwarsligger. Je bent een dwarsligger. Hi. Next stukje. Wil jij wakker worden, hè? Hallo. 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 Hallo? Oh, boom! Hallo? Echt waar? En toen? Had mama jou gewoon lekker weer in je bedje gelegd nadat je in slaap gevallen was? Ja. Ja. Kiki, 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 kiki. Hallo. Ja. Jordi heeft net zijn flesje gehad. Ja. En we waren nog eventjes naar de Helftheuvel geweest samen met papa. Papa is heel eventjes eten halen voor mij en hem. En we hebben zo'n zwangerbox gehaald. Zal ik dadelijk eventjes uitpakken en laten zien wat daarin zit. Ja, en we hebben ook nog wat meerdere dingetjes gekocht, hè? Ja. Ja, en dan mocht Jordi in een winkelwagentje zitten. Ja. Maar nou ga ik Jordi zo eventjes op bed leggen. En dan komt papa thuis met eten.
Ja. Je hebt wel echt veel verhalen nu, hoor. Net voor je naar bed toe gaat. Oh, oké. En toen? Ja. Dat hou ik toch van deze Klaas, hè? Ja. Oh, kijk, een kusje weer jou. Dat is lief. Maar ik ga hem heel eventjes in bed leggen. En dan zal ik eens eventjes die zwangerbox uitpakken. Jordi ligt lekker in bed, maar hij is nog wakker. Maar ik had de zwangerbox... De zwangerbox hier bij de blokker van ouders van nu kan ophalen. Ja, hè? Als je het kan krijgen, moet je het doen natuurlijk. Dus wat zit er nou allemaal in? Er zit een luier in van Pampers. Die zit erin. En er zit een brief in. Dat je 5 euro korting kan krijgen bij besteding van 20 euro bij de blokker. Er zit een Jills 0.0 in. Die is wel lekker, maar met alcohol ook iets lekkerder. En er zit een diefrakspeentje in. Wat zit er nog meer in? Van Joni in. Oh, dat is een. Volgens mij is dit voor. Yep. Volgens mij van die zwangerschapsdingen. Maandverband. Het is biologisch katoenen maandverband. Die hebben ze bij de Albert Heijn, Ethos en Max. Ik weet niet. Kijken wel of het iets is. Of ik het ga gebruiken überhaupt, want dat weet ik al niet. Dat weet je nooit. Dus die had je. En dan zitten er batterijen bij van de blokker. Batterijen bij. En dan zitten er vitamines van de Davitamon bij. Met een... ja, daar kun je weer aan acties meedoen natuurlijk. Er zitten heel veel folders ook in, hè. Dus ja. En van Diefrax zit er een boekje bij. Er zitten Bon BB billendoekjes bij. Deze. En er zitten boekjes bij van Kek Mama. Dat is een tijdschrift. Ik kijk er altijd wel doorheen, hoor, maar ja, ik ben niet zo van de tijdschriften, dus meestal belandt het op het toilet. En ja, een boek van Ouders van Nu, en ook een tijdschrift. Ouders van Nu Zwanger tijdschrift. Zich best wel, er staan best wel grappige dingen in, hoor, gewoon qua... Hoe groot je baby is en wat je allemaal kan verwachten. Volgens mij zag ik zelfs recepten staan. Kleding. Kijk. Dan zit er natuurlijk een folder van de Jills in. Van het flesje wat ik net heb laten zien. En, dit is van de Viva. Een mini Viva Mama. En dan heb je hier... Oh, hier zitten er 2 in. Nog een... foldertje van de Jills. Een checklist voor wat je allemaal nodig
kan hebben. Want ik weet uit ervaring met Jordi dat ik niet alles nodig had. In ieder geval niet alles gelijk. Sommige dingen heb je pas later nodig. Maar ja, dan heb je ze wel bij de hand. Bijvoorbeeld hier staat ook een luieremmer op. Nou ja, ik heb nog nooit een luieremmer gebruikt. Ik vind het gewoon ook niet prettig. Ik gooi gewoon gelijk de luier weg. Je hoort ondertussen Jordi, hoor je ondertussen zeuren. Maar ja, ik gooi gelijk mijn luiers weg. Dus ik gebruik dat gewoon niet. Wat zit er nog meer in? Een folder voor, ik denk, geboortekaartjes of zo, geboorteborden. Dus in ieder geval, er zitten heel veel folders zitten erin. Hier zit een cadeaubon in van Sunparks en Centerparks. En dan is het zeg maar dat je voor 40% kun je korting krijgen op dingen. My Muesli, 6 keer biologische muesli. Dit is een probeerpakket. Dan kun je gratis muesli krijgen. En dan hebben we nog een folder van Bon BB, waar dan van alles in staat over het eten wat hun hebben. Dus potjes, dat soort dingen. Hey, er zitten 3 Viva Mama boekjes bij. Kijk, ik heb ze 3. En oh, dit is wel grappig. Dit is het baby kraambezoek boek van ouders van nu. Dit is best grappig. Dus als je dan op kraamvisite gaat. Dit zat er de vorige keer bij Jordi toen niet in. Dus als je zeg maar kraamvisite krijgt, dan kun je dit in laten vullen. Maar dat is wel grappig. Ik denk wel dat ik die ga gebruiken. Dat is echt wel grappig. Dan zitten er nog 2 kortingskaarten bij. Eentje voor de babycollectie van de CNA. Bij besteding van 25 euro krijg je 5 euro korting. En de nieuwe damescollectie bij besteding van 35 euro krijg je 5 euro korting. Op zich handig. Ja. Het is op zich handig. En anders als ik het niet gebruik, dan zijn er altijd nog wel andere mensen die het kunnen gebruiken. Deze is leeg. Maar er zit, zoals jullie zien, zit dit er allemaal in. Netjes gevuld, dus ik bijvoorbeeld zoals die diefrax speen, ja, die doe ik gewoon in de vluchttas, zodat ik altijd dat heb. Ik heb van de aanstaande peettante van deze kleine heb ik ook al diefrax flessen gekregen, die gaat ook in, dus Een hele goede avond, denk ik, bijna. Ik heb vandaag nog niet zoveel... Het is nog steeds middag. Oh, het is nog steeds middag. Ik heb vandaag nog niet gevlogd of iets. Wij zijn net naar de winkel geweest. Jordi is er ook bij. En dan gaan we zo naar huis, ga ik eten koken. Jordi met zijn helikoptertje. Dan gaan we zo naar huis, gaan we eten koken. En lekker avond vieren, denk ik. Ik heb vandaag al heel de dag buikpijn. Ik ben een paar keer in mijn buik geschubt door die kleine die daar zit. Bruce Lee. Bruce Lee, oké. Okay. Nou, een nieuwe naam, Bruce Lee dus. Nou, wij gaan even verder lopen. En dan zijn we bijna thuis. Doe jij kruipen? Doe jij een beetje kruipen? Hallo? Hallo? Hihi. Hahaha. Cookie. Ja, vind ik ook. Ga je weer acrobaten? Yippie!
Hé, boe, boe, boe. Ja. Hé, boe, boe, boe. Wat een zucht, jongen. Wat een zucht. Ja, vertel het me maar. Oh, heb je schoen uit? Zag ik dat nou goed? Jordi en mama hebben net lekker in de douche gezeten. En nou heeft Jordi een pakje aan die hij van Natasja heeft gekregen. En van Melanie en van Kelly en van Stefan. We hebben net een mooie foto gemaakt. Ja, want eigenlijk was hij voor de kerstmis. Maar nou is je voor derde kerstdag. Ja, vierde, vijfde of zesde. In ieder geval, we zitten nog in 2019, hè jongen, dus het mag nog. En de kerstboom staat nog. Ja, en de kerstboom staat nog. Hé jongen? Het is vandaag de vierde kerstdag. Vierde kerstdag? Oké. Okay. Hebben we zelf besloten. Ja! Onze lolbroek. Boom. Hey! Wat deed papa? Gekke papa. Boom. Lekker slapen. Wel rusten. Een hele goeie morgen! Zeg maar, ik heb vannacht een keer helemaal doorgeslapen. Op een keertje huilen na. Hé jongen? En verder nou ben ik aan het spelen en heel even aan het uitbuiken. En dan krijg ik daar een flesje. En als je flesje hebt gehad, ga je lekker slapen doen. En dan gaat mama... Dan heeft mama nog een verrassing voor hem. Want ik heb namelijk iets uitgespookt in zijn bedje. Hij is namelijk steeds meer ruzie aan maken met zijn slaapzak. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb vrijdag dus bij de HEMA dat dekbedje gehaald. En heb ik even zijn bedje opgemaakt. En die heb ik nu zo liggen. Ze kent hij dadelijk lekker hieronder. En dan dekentje over hem heen. Ben eens benieuwd hoe dat hij nou gaat slapen. Afwachten. Hallo? Hallo? Ligt mij de prins onder zijn dekbed? Lig je lekker onder het dekentje? Ja. Is dat lekker? Was dat lekker? Heb je lekker geslapen? Ja? Heb je lekker onder het dekentje geslapen? Misschien met je eind. Oh. Had jij lekker onder het dekentje geslapen? Hallo? Ja. Was dat lekker? Denk dat het wel geslaagd is, papa. Ja. Had jij lekker geslapen? Oh. Oké. Hey! Moet maar vertellen. Had jij lekker geslapen? Hallo. Even waar? Abu. Oh. Had jij lekker geslapen? Hij lag zo lekker te slapen onder een dekentje straks, hè, papa? Ja. Met papa? Ga je met papa mee? Ja. Joepie! Thank you.
Zoals jullie zagen was ik even op de koffie geweest met Jordi bij Natasja. Ja, dan heeft hij daar even lekker gespeeld met de meiden. En nou is hij moe en gaat hij naar bed. Hij is de fles bijna op. En hij slaapt al. En hij gaat weer onder zijn dekbedje. En tussenmiddag heeft hij ook heel lekker geslapen. Dus ik neem aan dat hij vannacht ook lekker slaapt. We gaan het gewoon even proberen. Zeg maar, doei allemaal. Welterusten. Ik ga lekker slapen. Nou, Jordi is inmiddels nog wakker. Hij heeft al geslapen. Ja, hij heeft even een paar uurtjes geslapen. Dan is hij wakker geworden. Hij is wel vrolijk. Mm-hmm. Een blij kindje. Hij ligt wel lekker in zijn bedje. En wij gaan zo ook naar ons bedje toe. Ja. Bij deze gaan we ook dus deze ups en downs afsluiten. En morgen weer een nieuwe. Tot de volgende keer en welterusten. Slaap lekker.